Goedenavond, welkom bij Ter Zake. Een 18-jarige jonge man schiet 19 kinderen en 2 leerkrachten dood in Texas. De zoveelste schietpartij op school. I'm tired. I'm so tired of getting up here and offering condolences to the devastated families that are out there. I'm so tired of the I'm tired of the moments of silence. Enough. We praten met Mariah Cooley van March for Our Lives, die het eerder meemaakte. En Thomas de Grave geeft achtergrond in de studio. Foto's van een klinkende Boris Johnson tijdens de lockdown dan toch. Bevestigd in het lang verwachte officiële rapport van Sue Gray, exit Britse premier. We vragen het aan Lia van Beckhoven in Londen. Het is woensdag 25 mei, dit is Ter Zake. Negentien kinderen en 2 leerkrachten zijn omgekomen bij een schietpartij op een school in Uvalde, Texas. Het is de zoveelste dodelijke schoolshooting in de VS. De schok, het verdriet en de woede zijn er niet minder om. De discussie over wapenbezit laait weer op, maar het is ook nu weer weinig waarschijnlijk dat er echt iets verandert. Stijn Valk en Vicky van den Berg. Breaking news, a horrific scene in Texas. A gunman opens fire at an elementary school. Another mass shooting. As we struggle yet again with another senseless act of gun violence in this country. Texas officials report 19 children and at least 2 adults killed. The 18-year-old gunman, a high school student, fatally wounded by police. Just put yourself in those parents' shoes for just a second. You're waiting all night to learn if your child survived after you dropped them off at school. My school, I considered, you know, our school, so it's just breaking my heart. It's just breaking my heart. I just didn't ever expect anything like that to happen here in Uvalde. And then the person that did this, he used to go to high school. I mean, he was going to high school here. He was a high school student here. And his grandmother, I know her, the one he shot. My heart was broken today. We're a small community, and we will need your prayers to get us through this. When in God's name are we going to stand up to the gun lobby? When in God's name we do what we all know in our gut needs to be done? I want to make sure that our kids, when they go into those school doors, are safe. Today and the events that took place in Texas are a stark and humbling reminder of just how precious life is and what an incredible gift that each of us has been given by our Creator to stand here today. This isn't inevitable. These kids weren't unlucky. This only happens in this country and nowhere else. Nowhere else do little kids go to school thinking that they might be shot that day. Nowhere else do parents have to talk to their kids, as I have had to do, about why they got locked into a bathroom and told to be quiet for 5 minutes just in case a bad man entered that building. Nowhere else does that happen except here in the United States of America, and it is a choice. Beelden en reacties vanuit de VS die we al vaker hebben gezien. Thomas de Grave, we gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben, hoe dat kan alweer gebeuren. Maar eerst gaan we naar de VS zelf. Want eerder vanavond sprak ik met Mariah Cooley, die zelf ook al een vriend en een neef verloor door wapengeweld. Na de schietpartij in 2018, herinnert u zich misschien nog wel, op de Douglas High School in Parkland, Florida, sloot ze zich aan bij March for Our Lives, een jongerenorganisatie die sinds die shooting campagne voert tegen lakse wapenwetten. Ik vroeg haar om te beginnen wat ze dacht toen ze het nieuws uit Texas vernam.
Yes, I was heartbroken. Something gun violence happens so much in America that Americans have become numb to it. And that's the issue there. We should not be numb to students being shot up in these elementary schools. These are toddlers. These are children. These are teachers. Unfortunately, in America, we don't have the guarantee of growing up anymore because we go to school thinking it's the safest place. And it turns out it becomes one of the most dangerous environments for students to get an education because they are met with violence. So I was very heartbroken. Mm-hmm. Have you been in touch with people in Uvalde? Yes, so March for Our Lives has been in contact with them, but I personally am not. We're just trying to give these families the time to grieve. I know during this time you can be overflown with, you know, media, but right now they lost their children, you know, so we're giving them the time and space that they need. Mm-hmm. Tell us a bit more about March for Our Lives, its purpose and how it came about. Yes. So March for Our Lives started after the Parkland shooting that took place in Florida. It was a student-led gun violence prevention group, and we still are a student-led gun violence prevention group. And we had the national walkout, which was the biggest demonstration in American history of students all across the nation participating in this walkout to say, you know, we're done of feeling dangerous in these environments. We need our elected officials to protect us. That is their job. That's what they sign up for. And we need them to act now. And so it's 3 to 4 years later, and we're still fighting for the same thing. Mm-hmm. Yeah, because I remember at the time, March for Our Lives campaigned for young people to go and vote in the midterm elections in 2018. Do you feel, looking back, that had any effect at all? Absolutely. Across the states, on the state level, there's been 150 bills that have passed on the state level to get gun violence. So we are working towards it, but we really need our elected officials to hold themselves accountable. That means ending the filibuster in the Senate, passing universal background checks, and doing the assault weapons ban. You know, our generation, we showed up. We had record turnouts for the 2018 midterms and for the 2020 election as well. There's never been more votes from Generation Z. So now we need them to do their job because we did our part. And why do you think does the gun lobby weigh in so much, or why do they keep the upper hand? Honestly, money and simply white supremacy and racism, as we saw with the Buffalo shooting that took place last week in New York, where it was a targeted attack on African Americans. Unfortunately, America is still racist. And while America is still racist, we are going to see these issues still occur. And especially with the gun lobby, with access to money and power, we need to put the money and power aside because we are losing lives every day. Children are dying. Mm-hmm. Yeah, you say politicians should step up and change the laws. Then this happens. Do you feel there's still hope for real change? Yeah, I have hope. When you're in this movement and you're fighting to make the world a better place and to keep our children safe and to keep myself safe, I'm only 20. I would love to see that elected officials do hold themselves accountable. And I do have full hope that especially after instance like this, that they will put the pride to the side and really pass something and come together in this moment, because we need everyone to be on the same page about this. Mariah Cooley, thank you so much for talking to us. Absolutely, thank you. Combatieve Mariah Cooley van March for Our Lives. Thomas de Grave, als je dat allemaal hoort en ook haar getuigenis, de impact die dat heeft, dan is het toch eigenlijk moeilijk voor te stellen dat Amerikanen zo verknocht blijven aan die wapens. Ja, moeilijk voor te stellen. En toch, ja, het zit echt diep in die identiteit van heel veel Amerikanen. Hè. Ze zeggen, ja, het komt mee met de oorsprong van Amerika. Ze verwijzen dan naar de grondwet, de Bill of Rights, waar dat Second Amendment in staat, de right to bear arms, recht op vrije wapendracht. Nu, daar staat ook bij dat dat voor regulated militias is, milities eigenlijk. Je moet dat allemaal een beetje in de context van zijn tijd zien. Ten eerste, toen was een heel andere tijd. Veel minder ordehandhaving, geen politiediensten zoals we die nu kennen. Dus mensen moesten zichzelf wel wat kunnen verdedigen. Ten tweede, we kwamen net uit die onafhankelijkheidsoorlog met Groot-Brittannië, het tyrannieke Groot-Brittannië volgens de VS. Dat wilden ze nooit meer meemaken daar. Dus zeiden ze van ja, wij mogen ons nog steeds verenigen in gewapende milities om ons te verdedigen tegen een eventuele overheid die onze vrijheden inperkt. Maar letterlijk staat daar natuurlijk nergens dat elke individuele Amerikaan een semi-automatisch wapen in de slaapkamer mag hebben. Nu is dat wel
zo geïnterpreteerd geworden door heel veel Amerikanen na verloop van tijd. Trouwens, er zijn ook uitspraken van het Hoogrechtshof die zeggen dat dat ook inderdaad slaat op individuele Amerikanen en hun handvuurwapen. Dus zo is dat dan gekomen. En dan kwam daar nog bij, de laatste decennia, de wapenlobby die dat heel veel heeft versterkt. Die elke poging om wapenwetten tegen te houden heeft geblokkeerd. En dat is geëxplodeerd. Er zijn enorm veel wapens in omloop nu in de VS. 1 op de 4 Amerikanen bezit een wapen. Dat is enorm. En velen bezitten er ook meer dan 1. Er zijn 330 miljoen Amerikanen. Er zijn 400 miljoen wapens in omloop. Dus dat wil zeggen meer wapens dan er Amerikanen zijn. Onvoorstelbare cijfers, inderdaad. We hebben het er nu over naar aanleiding van een schietpartij op een school. Maar het is een veel wijdverbreider fenomeen, die schietpartijen. Ja, absoluut. Nu, als je de cijfers erbij neemt, massaschietpartijen, als je het definieert als elke schietpartij van een individu waar meer dan 4 mensen zijn gewond geraakt, wat een courante definitie is. 4 als ondergrens. 4 mensen die gewond zijn door schotwonden. Dan kom je al aan 693 incidenten vorig jaar. Op Wikipedia houden ze de tel bij voor 2022. Dit jaar zitten we al aan 248. Je kan op Wikipedia door die lijst scrollen. Dat is behoorlijk vrijwel eindeloos en indrukwekkend, maar dan niet op een positieve manier. Nu, dat zijn dan wel schietpartijen. Daar horen ook bijvoorbeeld uit hand gelopen ruzies bij of afrekeningen in het criminele milieu. Als we kijken naar de dingen waar wij dan aan denken, de dingen die we gisteren en de afgelopen weken gezien hebben, dan komt dat dichter bij wat de FBI noemt active shooters. Dat zijn dus mensen die op een publieke plek waar veel volk rondloopt, bewust proberen mensen te doden. Wel, zo'n incidenten, daarvan waren er 61 in 2021. En je ziet dat dat de afgelopen jaren alleen maar stijgt. En de stijging vorig jaar was maar liefst met 50%. Dus dat neemt effectief toe. En het wordt ook dodelijker. Trouwens, interessant ook in dat FBI-onderzoek. 75%, driekwart van die incidenten gebeurde met wapens die wel degelijk legaal waren aangekocht. Mm-hmm. Als we dan kijken naar schoolshootings, zoals er gisteren een was, sinds 1970 zijn er zo, hou je vast, 180 geweest. En ja, de afgelopen jaren neemt dat enkel maar toe, zowel in hoeveelheid, maar ook qua intensiteit en dodelijkheid. We hadden de dodelijkste in 2012, Sandy Hook in Newtown, Connecticut, en dan gisteren de tweede dodelijkste in de geschiedenis op een school. Maar voor alle duidelijkheid, niet alleen slachtoffers bij schoolshootings, dus wapengeweld, dat leidt tot veel, veel meer. Dat is inderdaad belangrijk om te vermelden. Die wapenepidemie, er sterven 410.000 mensen per jaar in Amerika door wapengeweld. En dan gaat dat over moorden, maar ook over politiegeweld, ook over ongelukken die gebeuren met vuurwapens thuis. En heel opvallend, meer dan de helft van de doden die vallen door zelfmoord. De rode draad er in is eigenlijk een beetje hoe toegankelijker die vuurwapens zijn, hoe makkelijker mensen er naartoe grijpen om te doen wat ze willen doen. En dat zorgt eigenlijk voor een veel gewelddadiger, eigenlijk een veel dodelijker maatschappij. Mm-hmm. En toch gaat dat door. Ik kom terug bij de eerste vraag eigenlijk. Betekent dat dan ook dat in essentie de meerderheid van de Amerikanen vindt dat die toegang tot wapens zo makkelijk moet zijn als ze nu is? Je zou dat bijna denken, omdat er niets verandert, of toch bijna niets. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Er was onlangs nog een onderzoek na de schietpartij, nog geen 2 weken geleden, in Buffalo, in New York, waar 10 doden vielen. Was er een peiling en daaruit bleek dat 60% van de mensen, of bijna 60% van de Amerikanen, wil dat er strengere wapenwetten komen. Nu, er was een groot verschil tussen Democraten en Republikeinen. Bij de Democraten was het bijna 80% van de Democraten die vonden dat dat strenger mocht. Bij de Republikeinen vonden ze geen meerderheid, daar was het 37%. De meerderheid van de Amerikanen wil het dus wel, maar toch verandert dat niet. En dan moet je kijken op politiek niveau en op federaal vlak heb je dan in de Senaat, waar alles door moet en waar vaak die wetten worden geblokkeerd. Ja, sowieso is daar een soort van politieke scheeftrekking al. Kleine, conservatieve, dichtbevolkte staten, waar heel vaak ook de pro-wapen mensen heel sterk staan, die hebben sowieso meer macht in de Senaat, eigenlijk gewoon door het systeem. Dus dat is één ding.
Een ander ding is de uitgaven die er de afgelopen decennia zijn gebeurd door de wapenlobby. Die zijn sinds Sandy Hook in 2012 echt geëxplodeerd. Steeds meer uitgaven gericht aan politici eigenlijk. Uitgaven gericht aan politici, maar ook conservatieve groepen. Ook zelfs advertenties en zo. Je ziet spotjes van de NRA op televisie en zo. Om die publieke opinie en politici te kneden richting pro-wapens. Eigenlijk richting niets doen. Zo weinig mogelijk doen om die wapens in te perken. Je hebt ook lobbygroepen die dat wel proberen doen. Die dus ijveren voor strenge wapenwetgeving. Maar als je die bedragen ziet, die lopen enorm uiteen. Die zijn zelfs in de verste verte niet evenredig te noemen. Dus die pro-wapenlobby staat veel sterker dan die anti-wapenlobby op dit moment. We hebben op de valreep ook nog een reactie van Greg Abbott, de gouverneur van Texas, die reageert naar aanleiding van het schietincident. Maar ik begrijp dat hij nog niet klaar is. Nu, die komt er zo aan dan. Greg Abbott, Republikein. Je verwees al naar die politieke krachtmeting. Kun je het echt zo zeggen? Republikeinse partij sowieso helemaal voor zo'n vrij mogelijke wapenomgang? Door de band genomen wel. Er zullen uitzonderingen zijn. Die zijn er altijd. Er zijn trouwens ook democraten die pro-wapen zijn en inderdaad ook de wetgeving niet strenger willen zien worden. Maar Greg Abbott staat echt wel aan de pro-wapenzijde. Heeft zich er vroeger altijd voor op de borst geslagen dat Texas zo'n gun-loving state is. Wou zelfs dat de Texanen meer wapens kochten, want California stak hen op een bepaald moment voorbij, vond hij niet kunnen. Dus hij vond dat de Texanen hun reputatie meer moesten waarmaken. Dus Greg Abbott staat echt wel aan de kant van de wapenlobby. Trouwens, de wapenlobby, de NRA, de National Rifle Association, de belangrijkste organisatie toch, of het bekendste van die wapenlobby, die komt samen dit weekend, een jaarlijkse conventie. Ironisch genoeg in Texas, in Houston. En Abbott is daar een van de sprekers. Staat daar op de speakerslist. Ik hoor dat de quote klaar is. We gaan even kijken. Evil swept across Uvalde yesterday. Anyone who shoots his grandmother in the face has to have evil in his heart. But it is far more evil for someone to gun down little kids. It is intolerable and it is unacceptable for us to have in the state anybody who would kill little kids in our schools. But the reality is as horrible as what happened. It could have been worse. The reason it was not worse is because law enforcement officials did what they do. They showed amazing courage by running toward gunfire for the singular purpose of trying to save lives. And it is a fact that because of their quick response, getting on the scene, being able to respond to the gunman and eliminate the gunman, they were able to save lives. Unfortunately, not enough. And at this time, I will pass the mic to Lieutenant Governor Dan Patrick. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Sit down. You're out of line and an embarrassment. Sit down and don't play this stuff. The next shooting is right now, and you are doing nothing. No, he needs to get his ass out of here. This isn't the place to talk this over. This is totally predictable when you. Sir, you're out of line. Sir, you are out of line. Sir, you are out of line. Please leave this auditorium. I can't believe you're a sick son of a bitch that would come to a deal like this to make a political issue. Ja, persconferentie dus van de gouverneur van Texas, Greg Abbott, eindigt daar een beetje in geroep over en weer, chaos. Ja. Iemand die het niet eens is met wat hij daar zegt. Je hebt hem herkend. Het was Beto O'Rourke, denk ik. Het is eigenlijk zijn uitdager, democratische uitdager. Er zijn midterms, dus tussentijdse verkiezingen eind dit jaar.
Beto O'Rourke wil Greg Abbott uitdagen in de gouverneursverkiezing. Hij zegt ook, ja, het is een schande wat je nu aan het vertellen bent. Het is voorspelbaar wat je vertelt. Ja, het is waar, het is eigenlijk een variatie op het deuntje dat we heel vaak horen, hè, van de pro-wapenmensen. We hebben geluk dat de slechterik met een wapen gedood is door een goeierik met een wapen. En dan zie je, dat is een argument eigenlijk om te zeggen, dat is heel vaak een argument. Het argument eigenlijk, of de oplossing voor wapengeweld is meer wapens. Dat hoor je heel vaak van die zijde. En ja, Beto O'Rourke, straf dat hij daar wel op dat moment staat, maar hij had inderdaad ook wel al Abbott aangevallen gisteren. Zei dat hij die NRA-conventie in Houston niet mocht laten doorgaan, of toch tenminste zijn eigen spreekbeurt daar aan zich moest laten voorbijgaan. Maar je ziet, ja, het laatste is nog niet gezegd en misschien ook wel een themaatje in de midterms. Oké, we gaan het blijven volgen. In elk geval ook een oog houden op die conventie vrijdag. Dankjewel, Thomas de Graaf. Graag gedaan. Boris Johnson zegt sorry en gaat voort met business as usual, alweer. Vandaag kwam het volledige rapport uit van ambtenaar Sue Gray over wat Partygate is gaan heten. Feestjes in volle lockdown waar de Britse premier op aanwezig was, tegen zijn eigen regels in. Het rapport bevestigt dat en er zijn deze week ook foto's van zo'n gelegenheid publiek gemaakt. En de premier, hij regeerde voort. Bram van de Putten. Meer dan eens aanwezig was. So to be really clear about this, you and your colleagues felt that you had essentially permission from Boris Johnson to have these events. That's what you're saying. Yeah. Because he was there. He may have just been popping through on the way to his flat, because that's what would happen. You know, he wasn't there saying this shouldn't be happening. He wasn't saying, can everyone break up and go home? Can everyone socially distance? Can everyone put masks on? No, he wasn't telling anybody that. He was grabbing a glass for himself. His principal private secretary himself was organising. His staff were organising parties. There was about 30 people, if not more, in a room. Everyone was stood shoulder to shoulder. Some people on each other's laps. People were sitting on each other's laps? Yes, one or two people. Thank you, Mr. Speaker. Een duidelijke inbreuk op de lockdownwetten van toen. Maar aan opstappen denkt Johnson voorlopig niet. I want to begin today by renewing my apology to the House, to the whole country, for the short lunchtime gathering on the 19th of June 2020 in the Cabinet Room, during which I stood at my place at the Cabinet table and for which I received a fixed penalty notice. And I also want to say, Mr. Speaker, above all, that I take full responsibility for everything that took place on my watch. Sue Gray's report has emphasised that it is up to the political leadership in Number 10 to take ultimate responsibility, and of course I do. I am confident with the changes and new structures that are now in place that we are humbled by the experience and we have learned our lesson. Lia van Beckhoven in Londen. Goedenavond. Die feestjes, Partygate, waar het nu over gaat. Het ging er daar bij momenten, lezen we in dat rapport van Sue Gray, behoorlijk heftig aan toe, zal ik maar zeggen. Karaoke valt nog mee misschien, maar wijn op de muren, mensen die op elkaar schoot zitten enzovoort. Hoe verdedigt premier Johnson dat nog? Eigenlijk zoals je net zag, Annelies, hij zei dat hij uiteindelijk verantwoordelijk is, dat hij die verantwoordelijkheid ook neemt. Dat hij begonnen is met schoon schip te maken. Dat de meest senioren mensen die zich schulden maakten aan wat het rapport een cultuur van onverantwoordelijkheid noemt en een cultuur van feest en drank, dat hij die mensen verwijderd heeft. Dat er dus een nieuwe groep is die aan de top staat.
Hoewel hij zelf natuurlijk en zijn eerste secretaris is blijven zitten. En kunnen we nu alsjeblieft overgaan tot de orde van de dag? En dat is eigenlijk wat hij zei in het parlement. En zal dat volstaan? Zal hij daarmee wegkomen, denk je? Ik denk het wel. Want ik denk dat de boosheid en de schaamte van het allereerste uur, zal ik maar zeggen, hè, toen begin dit jaar dit allemaal duidelijk werd en naar boven kwam, dat die al het wegzakken is. Die is eigenlijk verdwenen. En als je luistert naar Kamerleden uit Johnsons eigen regeringspartij, dan zeggen zij ook, kijk, dit rapport is behoorlijk gênant. Dat vinden wij ook. Maar het is niet een rokend geweer. Het is geen doodsklap. Dus Johnson zal wel blijven zitten. En ik moet je zeggen, het interessante daaraan is dat het gevolg is dat in de partij ook Johnson nu steeds meer gezien wordt als iemand die van schandaal naar crisis hobbelt en alsmaar, ook vanwege dit rapport weer, eruit komt alsof het allemaal van hem afglijdt. He, iedere keer als er weer een probleem is en er is weer een kritisch rapport, dan lijkt hij juist een extra laag theeval aan te kweken. Johnson heeft nu een beetje de reputatie in zijn eigen partij alsof hij niet neer te halen is. Hij is in feite onverslaanbaar. Hij is de grote overlevende. En dat betekent dat het steeds moeilijker is in de psyche van heel veel mensen om te proberen hem onderuit te halen. Dus zijn fractie gelooft nog altijd, de conservatieve fractie in het parlement, van met deze man kunnen wij de volgende verkiezingen winnen. Dus we blijven hem trouw. Nou, een van de redenen waarom Johnson ook nog op zijn plek zit in Downing Street is omdat er geen duidelijk alternatief is. Hè? Dat is ook zo. En inderdaad, heel veel Kamerleden die aarzelen om te proberen hem ten val te brengen. Maar dat wil niet zeggen dat ze allemaal achter hem staan. En ik denk wat je nu ziet gebeuren is dat Johnson steeds meer afhankelijk wordt van de harde conservatieve kern van zijn fractie. De brextremisten, zal ik maar zeggen. En ik denk dat je dat zult zien de komende weken, de komende maanden, dat ook iedere keer weer er opnieuw geharrewar zal ontstaan over Brexit. Het hele gedoe rond het Ierse protocol, de Ierse grens, zal weer gaan opspelen en ook weer de ruzies met Brussel en zo. Ik denk dat dat de prijs is die Johnson gaat betalen voor zijn verblijf in Downing Street. Ja, maar dus hij zal wel kunnen blijven zitten als ik dat allemaal zo hoor. Zal de kiezer hem er eventueel op afrekenen, denk je? Nou, volgens een peiling van vanavond vindt een meerderheid van de Britse kiezers dat Johnson af moet stappen. Dat hij af moet treden. Dat gaat niet gebeuren. Ik denk dat Johnson hoopt, en misschien heeft hij daar, is dat ook terecht, dat heel veel kiezers, en het kan best dat het gaat gebeuren, dit allemaal gaan vergeten. Voor heel veel kiezers die willen nooit meer horen over Partygate. Die hebben er echt genoeg van. Spuugzat zijn ze. Helemaal beu. He, dus die willen overstappen naar dingen die veel zwaarder wegen op dit moment in de Britse samenleving. Namelijk de crisis in de stijging van de kosten van het levensonderhoud. Dat is pas echt belangrijk. En daar willen ze het over hebben. En Johnson natuurlijk ook. Maar ik vond het frappant dat ik één conservatief Kamerlid hoorde zeggen: vandaag is de dag dat Boris Johnson bevestigd heeft dat hij aan kan blijven. En vandaag is ook de dag dat de conservatieven de volgende verkiezingen verloren hebben. We blijven het volgen. Jij voor ons daar in Londen. Dank je wel, Lia van Beckhoven. En ik geef u nog even nieuws mee dat in de loop van de uitzending binnenkwam. In Hasselt is er deze avond een tienerfestival stilgelegd omdat zo'n 15-tal meisjes onwel zijn geworden. Volgens de burgemeester van Hasselt vertelden de meisjes dat ze een prik voelden. Een vermoedelijk geval dus opnieuw van needle spiking, zoals dat heet. Over dat fenomeen hadden we het maandag nog uitgebreid in onze uitzending van Ter Zake. Mocht u meer informatie willen zoeken, dan kunt u terecht op onze site VRT Nieuws. Dit was Ter Zake. Helemaal gehad op dit moment. Fijn dat u keek. De Sportza-collega's nemen over. Wij zijn er vrijdag weer. Graag tot dan.